Een tweede voorbeeld voor het oplossen van een 2x2 stelsel met behulp van de combinatiemethode. x plus y is gelijk aan 800, x plus 3y is gelijk aan 1200. Dus als je goed kijkt, dan zie je eigenlijk dat dat dezelfde opgave is als dat we reeds opgelost hebben met de substitutiemethode. We kunnen hier beide methodes gaan gebruiken. Dus we gaan vermenigvuldigen zodanig dat de x'en wegvallen. We hebben 2x en x. Dus ik ga dat brengen naar 2x en min 2x. Deze staat al op 2x, dus ik ga eigenlijk alles vermenigvuldigen met 1. En deze, daar willen we min 2x van maken, dus daar gaan we alles vermenigvuldigen met min 2. Dus vermenigvuldigen met 1, dat is eigenlijk gewoon overschrijven. Vermenigvuldigen met min 2. 3 maal min 2. X maal min 2 is min 2x. 3y maal min 2 is min 6y. 1200 maal min 2 is min 2400. We gaan optellen. 2x min 2x is 0. Y min 6y is min 5y. En 800 min 2400 is min 1600. Deze uitdrukking, deze vergelijking, noteer ik als de eerste vergelijking van mijn volgende stelsel. Nu wil ik de y wegwerken. Dus we hebben y en 3y, dus ik wil dat brengen naar min 3y en 3y. Hier heb ik al 3y, dus we gaan deze positief houden, dus we gaan die tweede vergelijking vermenigvuldigen met 1. En dan wil ik hiervan min 3y van maken, dus ik ga de eerste vergelijking vermenigvuldigen met min 3. 2x maal min 3 is min 6x. Y maal min 3 is min 3y. 800 maal min 3 is min 2400. De tweede vergelijking vermenigvuldig ik volledig met 1. Dus met andere woorden, ik mag die gewoon overschrijven. Optellen. Min 6x plus x is min 5x. Min 3y plus 3y is 0. Min 2400 plus 1200 is min 1200. Deze vergelijking noteer ik als de tweede vergelijking in mijn stelsel. Nu, wat zie je? Ik heb bij beide vergelijkingen eigenlijk onmiddellijk het positieve van gemaakt. Je mag dat nog als tussenstap noteren. Je mag dat ook onmiddellijk beide positief maken. Je kan hier beide leden delen door min 1 en hier hetzelfde. Dus eventueel kan je daar nog een tussenstap toevoegen als je dat wenst. En dan kunnen we onmiddellijk de y en de x-waarde berekenen. 5y is gelijk aan 1600, dat wil zeggen y is gelijk aan 320. 5x is gelijk aan 1200, dat wil zeggen x is gelijk aan 240. Dus we kennen de oplossing van het stelsel, namelijk het koppel 240-320. Nu, wanneer gebruiken we de combinatiemethode? Eigenlijk kunnen we de combinatiemethode altijd gebruiken. Bij de substitutiemethode had ik vermeld dat we altijd op zoek gaan naar een x of een y-waarde waar een 1 voor staat. Bij combinatiemethode is dat niet nodig. Ik heb hier een voorbeeld gemaakt waarbij dat er geen enkele 1 voorkomt in de opgave. En ik heb een voorbeeld gemaakt waar er wel een 1 voorkomt bij de x of de y. En we zien, de combinatiemethode kunnen we altijd gebruiken. Dus als je een opgave krijgt waarbij dat er geen enkele x of y voorkomt waar een 1 voor staat, en je mag kiezen welke methode je gebruikt, kies dan altijd de combinatiemethode. Dat is in dat geval de gemakkelijkste methode. Heb je een opgave waarin een x of een y voorkomt met een 1, dan maakt het niet uit. Dan kan je zowel de substitutiemethode gebruiken als de combinatiemethode. En dan nog een derde voorbeeld. 3x plus 4y is gelijk aan 11. 6x min 2y is gelijk aan 2. 3x en 6x, we gaan dat brengen naar min 6x en 6x. Deze is al 6x, dus we gaan die gewoon behouden. Dus vermenigvuldigen met 1. Dit is 3x, dus we willen daar min 6x van maken. Dus we gaan de volledige vergelijking vermenigvuldigen met min 2. Dus als ik de volledige vergelijking vermenigvuldig met min 2, dan krijg ik min 6x min 8y is gelijk aan min 22.
De tweede vergelijking mag ik gewoon overschrijven. Verticaal optellen, min 6x plus 6x is 0, dus valt weg. Min 8i min 2i is min 10i en min 22 plus 2 is min 20. Dus u kan deze vergelijking hier als eerste vergelijking van uw volgende stelsel noteren. Hier heb ik ervoor gekozen om die minnen te laten staan. Je zou ook onmiddellijk kunnen schrijven 10i is gelijk aan 20. Dat kan ook. Dan willen we de i wegwerken. We hebben 4i en min 2i. Dus we gaan werken naar 4i en min 4i. Dat wil zeggen, de eerste vergelijking ga ik volledig vermenigvuldigen met 1. Met andere woorden, ik kan die gewoon overschrijven. De tweede vergelijking. Van min 2i wil ik min 4i maken. Dat wil zeggen dat ik dat ga vermenigvuldigen met 2. Dus dan krijg ik 12x min 4i is gelijk aan 4. Optellen. 3x plus 12x is 15x. 4i min 4i valt weg, is dus 0. 11 plus 4 is 15. Dus dit is mijn tweede vergelijking uit het stelsel. En dan kan je heel eenvoudig de x en de y-waarde berekenen. Min 10i is gelijk aan min 20, dat wil zeggen i is gelijk aan 2. En 15x is gelijk aan 15, dat wil zeggen x is gelijk aan 1. Dus de oplossing van dit stelsel is het koppel 1, 2.